toen begon hij veel over praten bij ons toen, nee. Over oorlog maar. Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, dat er oorlog was. Ja. Toen ging ik maar verder niet veel. Ik dacht ieder type men niet, ik deed niet. Nee. Maar nee, we hadden al niet met de mokken jongen hier in het platteland niet. Oh. Ik kon maar zeggen, dat pas in de eerste paar jaar zeg maar. Ja. Ik kon nou kreden met de mokken zeg maar. Ja. En ik wou wel dat zeg maar Duitsers hier waren, die stonden hier zo vuur op juiste weg met kanonnen te oefenen. Nou, dat is schoten juist. Nee. Maar een kloor zetten is overheen. Ja. Nou, en dan, we woonden op Tjukja, door die waai woonde, ja, dus in de Noordstad, dat ons huis, dat nu laat overtocht, dat was altijd onbos. Dus in, toen hadden ze wat hoortwind aan de zorg, die Duitsers. Alle plaatsen van het oefen zo genoemd. Ja. In de noord van een stuk Rabbelnaat. Door dat oudman, op die boerderij, en ook woonde een jongens van Bos woonde. Die had door Rabbels in de en ze aan dat loof van dat stuk laad op. Ja. Appel en bult, en weer een hele hoge bult. Maar dan hadden ze dan dynamiet of wat voor soort spul er nog onder zitten. Ja. En dan ging ze op afstand staan en zei, ze hadden ontploffen. En dan vloog die halve bult boeps uitkader. Ja. Nou, dat was dan weer als kwijt natuurlijk ook bij, hè? Ja, ja. Ja, dat is het, hè? Heb je een paar nog iets bijzonders dan in de oorlogstijd? Nou, we hebben wel onderdoekers. Ja. Bij hem toes? Bij hem toes? Ja, niet altijd, hè? Oké. Ik kom zeggen, we hebben... het grote juk, die had ik kan gewoon een ganzenveld en ik kan wie, maar die ganzenveld die ben ik niet per hoes, ik heb per hoes gekocht. Ik kom zingen van de IJzerbos. En er was hoes en dan als een stroot en dan een schuur achter. Ja. Dus en had twee koeien en die had een boom zolder mocht. En dan met die grote strookpak waar vrouw was, nou die leutjes dat ze nou moet met die grote. Ik kom maar zeggen, zoals die dustmachine met de dustmachine zeg maar. Ja. Dus we hadden zeg maar twee longen de vuur. En dan een roemte mocht en door een touw ook allemaal pak in het boom zeg maar. Oh, ja. Dus en door, als de raas juist in deurpt, ik ben mijn neef Benares, van oom Janne Tapieteke. Dus in neef van Tapieteke. Die zaten in de middenbaan. De boom die kooien van ons. Ja. En zodra ze was, dan kwam ze eraan en dan door ben ze achter schoen, die strookpakken weer voor schoen. Kloor. Oh. Ja, dat waren onderdoekers, hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Een keer wat nog wel, dan zodra ze al hier in deur. Ja. Van Tapirik en oom Jan, die woonde daar, woonde nou Heikamp woont. Ja. Dus, dan gaan ze overdag razie. Ja. En Benares was thuis. Ja. Dus die vluchtte ook tussen die hoezen deur. Maar dat Pieterke zei, die schoot net om als gehozen. Als dat een oors was, zo schoot ze warm. Maar net op het moment dat ze schoot, struikelde en viel naar beneden. Maar het pakte niet wat er gebeurd was, zei ze. Oh. En dat was op het beste bronzen maar over een steen. Kloos kon werden neemt. Ja, ja. Met sukken weer NSB'ers. Ja. Oh. Ja, ze zaten wel achter die jongens aan. Ja, ja, ik de bondkoten voor eten en werken verstrekte daar. Die kwam van gemaakt hoes, hè. Oh. Je kreeg alles was op bon, ja. Ja, oké. Okay. Maar ik kreeg ook brood en stoet. Ja. Maar ik kreeg brood en stoet genoeg. Oh. Naar het bakken van overheen. Ja. Maar mijn pa wel. We hadden wat verhaal. En ik kreeg net zo heel stoet de brood dat we hem wilden. Ja. Dus we hebben geen overleden in Roos. Oké. Okay. Nee. Ja, Canadezen die kwam... van Steen, hè, dat ik heb er aan. Toen ben in zoverre ik weet, hoor. En ik kom erin van, kijk, ik moet mij vergeten, we woonden in Boetendorp. In oorlogstijd, in het voorjongetjes. En ze, die kwamen op school en dat was, ik kom maar zeggen, ik heb maar zeggen, verder kwam in het volk niet voor in Dorp. Nee. En ze hadden nog kerk dan, maar echt niet. Nee. Dus, en ik heb gezegd, en de Canadezen, die kwamen bij Dijkaart natuurlijk, vanaf stap natuurlijk de schade, hè. Misschien zal wel door de weerlaars komen bij. Ik kan maar zeggen, ja, waarschijnlijk voor hoe zeggen wel, maar het is van, want als je bent met kan met pa, als kinderen allemaal naar Meulenhof gewoon, dan stonden die allemaal in Meulenhof, zeg maar, ja. Canadezen. En
Dus en dat is net op rit, zo gewoon zeg maar richting Lappersham. Ik kon maar zeggen, daar begon ze te scheiden. Anders even aan Oud Lappersham en anders even aan Oud Borkum. Kijk, maar dat was ik als kind niet meer. Toen ik was nog net weg kwam, Oud Borkum kwam op mijn plek weg. Ja. Want we hadden die al wel verzworen genoemd. Ja. Ja. Dus en, ik lag met haar rust, nou ja, mijn echte rust. Omdat ze ons, wat wist kan. Samen sloot naar nou bruggetjes eroverheen, betonbruggetjes. Doe lijkt niet meer als bij een ander. Ja. Okay. En we hebben nog een weer door weggeplomd. En door de schuur van Boer Buurman aan woonde. Maar dan hebben we maar een paar keer een huisje maar. Dus met die meulen. En dus we hebben door hem gestoond, maar ik ben wel toch weer terug gewoon. Een onderbrugje kroop, dat lag ik toch weer veiliger touw. Maar je zag ze overal, die bossen naar boven vliegen, hè. Als ze weer aan een deel kwam, zeg maar. Die genoten. Die genoten, want ze zag een zoet motor naar boven vliegen, maar dan ben ik jou daar. Dus in mijn moeder, dus alle kinderen waren door die meulen, en mijn pa, mijn moeder was al aan toes. Dus die stond op de kik, die zag iedere keer die zoet naar boven kwam. Die had doodsangst door staan. Hierdoor kreeg geen eind weer toes. Oh. Nee. Zo. Ja, daar maakte ik niks van. Ik wou wel dat Koeber. Dus ik wou wel dat Koeber zelf vertelde, Lode, dat. Op Koeberpost. Dat dus hadden ze drie zeten en dan waren ze weglopen. En dan verdorie zei: is er weer ook op zijn Koeber? Dus en ik tracht eraan zijn Koeber. Ik zei: kom hier! En dan zei je. Ik ben dood benast, ik kwam wel weer terug. Ik loek om zei, ik loop er weer in, ik heb loek er weer op leren. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat lijkt dat ook, ik nog wel een koele post. ik kom eens zeggen, voor die boerderij door Varien nou, door Goldon woonde. Ik kom eens zeggen, ik had een pekkenbult staan. Dus in Doos zat een Duitsers achter. Daar kreeg ze in de goden. En dat ze ervoor nog beschoten werden. Dat ze nou, woont nou, Muldertje woont. En waar die beide jongens woonden, Geert en Frans. He? Ja. Dus ging ze met de tank tussendeur, tussen de beide hoesendeur. Doe die sloot in, door de bouwlaan op. Draai de man, kanon erop. En dat was voor het vijfde rijkeer, dus nog je hele paramilie liever uit. Zo. Ja. Ja. Ja, die hebben ook nog wel. Daar kwamen ze van op Hoesingen. Telefoonkoppels aanleggen. Met arbeidsjongens. Halle troep arbeidsjongens. Verplicht arbeid was wat. Ik moet zeggen, dwangarbeiders, ik heb gezegd. Ja. Dwangarbeiders. Dus en dan kwamen ze bij Toons. Toen gingen ze over het Larium. Richting ons hoes, bij ons hoeslaars. En zo bij de decade aan. Richting Del Ziel. Dus en maar die jongens, die waren uitgeput. Dus Franse Velden en vier qua jongens, waren boekensbrood en stoetsmieren, plak spek ertussen, granaten op tel, toch een stuk papier, buis en drin. Ik kon zeggen, je was nooit meer jong als bier kwam ze bij die geroemd waren, hoe snel dat ze dat uit die jasken hadden. Ja. En dan smeten ze onder in die gat, door in de grottenboom op, en dat is net zo niet aan de hand was. Ik kon zeggen, en er waren wel, laten we Duitse soldaten bij. En maar de Duitse soldaten, wat wisten ze ook, dat hebben we wel genomen. Die trokken er niet over aan. Nee. Maar er laten ook SS'ers bij. En als die in de goten kregen, dan kreeg ze een schoolbier die kon, dan vloog van de over de kop. Ja, ja, ja. En dan gingen ze die, reed was toen je buis aan verpozen. Ja. Ja, maar die ging wel duur, paar boeken. En dan gaan ze wel zijn deur hoor. Ik heb mijn jongens, maar dat eet niet brengen. Ja. Ja. Dus in Dalloden, daar kwam een groep achteraan, die moest niet door nog wat dichtgooien. De mensen werden alweer dicht, maar die moesten werd gecontroleerd met man of vijf. Dus die kwamen bij ons, die Duitsers kwamen bij ons, vijf jongens en twee Duitsers kwamen bij ons. Die zeiden, die jongens die wil eten, moet jij wel eens in boeken, laat die maar eten. Dus moet ik een beste apels sneeuwen mogen. Nou, die jongens hadden toch eten, jong. Hmm. Maar ik kan heel veel die boeken in de Duitsers. Nee, zijn ze wie niet. Wie kon maar nog die dikke woord houden, maar zo hebben ze toch niet gezegd. Ja. Dus in Lothar ben er nog een keer, twee West, wat nog wel.
Maar ook twee Duitsers, dat was ook niet plecht van de oorlog. Die kwamen doorlaas en die vrouw was wel even binnen zijn mok. Ze zei, ja, ze mogen tegen haar kunnen naar het toren komen. Nou, wat ben van die vrouwtjes, hè? Als kind zijn wij die metbogen. En, nee, dat was een natje gewoon in de keuken zitten. Ze hadden zoveel eten bij. Dus mocht er een koffie, mocht er eten en brood. En dat was een zijn we weer patroon naast weglopen. Nou, ze mogen die brood. Hij wordt verzamelijk. Geef me eens, maar dankjewel. Ze mogen nog een boekenband overdoen. En daar lag er onder, ja, kapje, risdover. Dat was vijf gul. Ja. En dat was een paar geld. Ja. Dat moet ik niet vergeten. Mijn pa was halve keer vaak met een tientje dan in de tijd. Ja. In die tijd. Ja. Dus, en ach, zo kan ik er nog wel meer vertellen. Want ook weer, als ik ben aan het oefenen door, zo had ik iets laat. En we hadden een stuk of vier van die dikke bomen achter die toest, achter de toest zo'n. En al dat front op die groot juk, ja. En, dus er had een paar soort wollens eruit, die lang op toen te drukken. Dus de Duitsers zaten bij ons op time, over toen in, door die boomtouw, maar nam die tijd wollens met. Een stuk van de wollens met. En ze zegt Boekerting, wil me mee. Jongens, pak gaan we maar die wollens op, straks wisten we met z'n allen mogelijk niet. Want die Duitsers van dom zeggen, ja, dat is een flasje die aan het veel minder. Ik kom maar zeggen, dus wie dringen, ja, wil me niet. Emmer voor, roesten brengen, weer neer, emmer voor. En die Duitsers zo waren. Ik kom zeggen, van boven door die boerenstouw. En ze namen iedere keer, oh, ik word met, rennen weer terug door die boerenstouw. Ik kwam weer terug, weer terug, rennen weer rennen gewoon. En ik ben niet nemen voor, wijs wel. Ja. Ja, ze gewoon gekken weer ons, ja. Dus in Douw, het allereerste wat nog wel, dat was de laatste keer dat we Duitsers toe zaten, daar zong ik Oranjefeske. Nederlands verske. Ja. Die waren verboden, die mogen niet zongen worden. Nee. En, dus daar zegt Boeken, hoor die de kap vent, hoor die de kap vent. Ja? Maar die Duitser hoorde dat. En die zegt, die Boeken, die haalt plat groen, allemaal mooi zingen, hè. Mm. En, maar die kwam hier net over grenswerk, richting M, weet je wel. Mm. Nou, die vrouw net zo plat groen als bier ook. en dus, en dan weer, nou, dat zei allemaal mooi zingen. Daar zei een paar tegen, dat werd een beetje driester, dat wat hij van oorlog doorde. Nou zei je, hij zegt, het is zo gesteld, zei je, hij zegt, Willemietje krijgt hun land wel weer terug. Hou naar het Duits, zei je, niet. Alleen, ik hoop een ding, zei je, dat ik weer bij mijn gezin terugkwam in hem. Ze werden waarschijnlijk door zo op de muur lag op die Canadezen. Ja, maar ze hadden nooit zuiver gericht, misschien voor, of gemarteld, of de voorziening. Het te doen, maar ze kwamen allemaal achter die hoezen op dat bouwland terecht. De meisjes. Ja. Op enkeling noord natuurlijk. Maar ze waren tof slecht kwam. En door Amke naar Woon, door is ook een overweg van. Dus in ieder geval, of de achtertoes, dat durf ik niet zeggen. Een verband. Ik kon zeggen, maar dus de familie Diekema, die was raam te komen naar de keuken schoten. En toen was Martha daar ook, en die rende er ook achter om, maar voordat zij aan bocht was, was ze een schaaf getrokken. Ja. Die gaat van ons durven. Ja, oké. En ze hebben een stad gebroken, maar door ze dan bloed in het zak moest. Oh, ja. Maar in ieder geval, ook in het licht van oorlog, ik kom zeggen, Duitsland had steeds minder mannen. Ja. En aan duur had Hitler oorlog van 60. En qua jongens van 15, 16 jaar in het leger. He? Zo waren we er al weg. Ja, dus, ja. En, maar er moest wel waard worden, van die industrie moest ook draaien, blijven, die oorlogsindustrie. Dus, en er werd zo'n bemester als Bronsma, een kazoot naar mid. Ik kon zeggen, met alle kills, hier op topslag, was de kamp, waar ik nog wel stonden, boom op boom, kloos Bronsma. Ik kon zeggen, met alle kills van de zon kwam. En dan mocht hij uit, of ze blieb kon maar niet. Dus Ums was er ook bij, er was een paar melker. Dus Ums die zei tegen hem, dus die kon zo niet melken. Dus hij zei, ik heb hem maar niet kwijt, maar ik mag niet melken rollen. Als ik die kon niet mocht worden. Nou, en door waren dus wel gevaarlijk voor, want hij moest eten en direct op de plank kwam. En zo doen de vader touw eruit, maar er zijn verschillende jongens, die moesten er wel in, zeg maar. En ja. Zo zuurpaard er ook terecht kwam, moest in Duitsland waren. Oh.
Oh, zo. Ja. Okay. With your hand. Yeah. How does that come? That your fingers are missing. No, dat is in herfst van en varen gebeurd. Dat we hadden we Duitse soldaten in Schouwling, ook een keer eerder. Want die werden er ingekwartierd in Schouwling zo. Dus en daar werd Paulus weer opgeroemd. Die moesten al naar Zuntouw van de Galiën dan ja. Dus en dan ging wie, moest die schouw weer opgeroemd worden, moest weer schoonmaakt worden. Dus en wie was gewoon jongens, hulp ook met. En dan volgde een koker. En er zaten allemaal lontjes in. Maar ik wist niet dat lontjes waren. Ze waren ongeveer zo dik als een sigaret, of zo dik als een sigaret. Alleen onderste eentje was blik. Daar zat toen sprengstof in. Dus en die hem bruin wil me niet metnomen, de roestouw. En die koker, dat waren bijvoorbeeld koko's die zijn, die had je voor wapen metnomen. Die zei van alles wat ja. brandboer was, namen ze met. Ja. He? Dus, ja. nou ja. Dus er zijn een paar boeken bij ons in achterhoest, in Rappershoest, en wie zat in die kamer, voor jongens. En dan stond Brouwer Wilm, die stond aan en aan. Van wie had aandacht als geestjes in oorlog ziet. Dus die kon een mooi als geest gebruiken. En hij brandde mooi, was haal op. En dan legde hem weer een kaart. Poef de moed zeggen, maar legde hem weer een kaart. Dus, nou ja, maar ik was anderhalf jaar jonger, dus ik vond hem ook wel in bewaren. Dus ik kan hem weer aanstoten. Ja. Dus in een buur. Van dit vuurwerk, appels, kom, alle kanten na. Ja. Nou, dus ik had blozen, maar ik kon net zo stief blozen dat ik hem weer op kreeg. Oh. Dus wat deed ik? Ik begon hem kwijt kap te zwaaien. En mijn bruine broer, die in een anderhalf jaar ouder was, die kreeg in de goot, die zei, gooi hem weg benaast. En die wil hem oppakken, mis dat hij hem oppakken wil, knalt dat ding goed kapper. Oh. Dus, dat was ook mijn naam, maar zo, dat we er ook kwamen, tegen hoe zo. Dan kreeg ik een streep van paar boeken. Ja, ja, ja. Dus ik lijk mijn handje aan die buurt boeken gewoon. Ja. En dus ik kon praten, wil me bij mij zeggen, is toen vinger op en hij zei, ik kan door bij. Die gewoon niet aan die buurt zoet. Ja. Ja. En droog. Niks naar van om bij me, deurkruk en alles erop door nog. Ja. Ja. Gert, hè? Ja. Ja. Dus nou ja, dus wie. Dokter erbij, Sankhoes, Toon erbij, Veldwachter van Steen, zeg maar. Dus die dokter had wel een verbonden en die had soms zo nog Sankhoes gebracht. Maar ik neem die Sankhoes, en verder water gaan vervoer. Dus en Toon zegt, en woord is die koker in Blimbozien zijn. Ja, die had je verbaat met om die woorden opbrengen. Dus Toon zei Toon er, dus die nadat die toezoet, nu je verbaat. Ja. Ja, serieus is dat er nog niets is en je knalt door die kachel weer op. Ja. Dus. En dan drijf ik in Zuidbeling en dan ben ik weer toeskomen. Nee. En dan ben je in de rooster ging. Ik had de drijf gelegd. We hadden de drijf gelegd. Dan mocht Brouwer Wilm de rooster gaan. Ik moest nog een week langer er blijven. Omdat ik aangst werd van dit ook blijven allemaal op, zeg maar. Ja. Maar ik kwam door Duitsers, officieren. Dat mocht niet. Elk die in de rooster kon, moest naar roos. Laat ik die vertellen. Ik had een cadeautje van tante kring, had ik in lochtje liggen, van die kastje die nooit meer bij stond. Dus dan ben ik een paar boeken mee aangelet. En met een uitgang van Zuidmoes, dan zei ik, ho, maar mijn cadeautje ligt er nog. Dan ben ik weer teruggegaan. Dan zijn we weer met me teruggegaan, mijn cadeautje boord. Dan lag er al duister zo dood op die bergboot. Ik afkwam was. Ja, beide waren af. Oh. Ja. Die werden alweer transporteerd van Utsun hierheen. Dus en ook zeg maar, dat we met kan de tour van zeg maar, dat we dus werd een kanaal gehuurd en dus we met die beerhoed. En dan hebben ze die boerderij van Bos door aan die wegje van Hoesingen nog als toezentouw. De Bos auto, ja? Ja. Dus die boerderij hebben ze daar platgegooid. En ik ben er door dat nog nooit geworden, werd er of nou Duitsers waren. Of Engelsen. Ja. Toen ben ik nooit achtergekomen, volgens mij. Oh. En wat ik wel kan zeggen, dat Halleboom lag bezaaid met brandbommen. En door leek alles wel op dat Engelsen waren. Hè? En dus en twee of drie dikke bommen hebben ze erop gegooid. Dus en die zoals zelfs bij Ums en bij het Waarse Westrijk, dat laat, hè. Nou, we hebben een sommige stuk, maar net tanks.
Zoveel. Ja. En daar ja, en dat waren van die 6 houtkukken, zo laag, zo'n stuk rood. En de rest, dat is dan een brandbom, hè, die ontploffen daar. Die klonk gewoon niet brand. Een brandbom. Ik ja. Voor jongens, die zuigen ze op. Van, dan ook gewoon niet rondlopen, maar gewoon wel van brand, maar ook gewoon die kon ze wel vinden. Die met een platrofstroom, die ging naar zo'n wiet niet groot. Dan zag de klaar, ja, en dan ja. Loopt naar je brand. Dus dat is ook tuur, jongen. Dat ben ik voor jongens. Dus de partner is zo'n brandboom, biteerd. En ik kletste nog met geen weg. En dan vloog je brand. Nou, dat is mooi toch? Ja. Zulke dingen, jongen. Ja, dat is denk ik, ja. Dat vergeet je nooit weer. Nou, en zo al die Oost-Jerrikens. Maar gewoon, er zat nog een beetje benzine in zo'n vereen. Dan ging zo'n stokje brand en stroofuur. En dan deed haar er weer op. Die was weer goed. Ja, de vrede is goed, jong. Ja, dat hoef ik wel. Dat heb je jong gehoord, hè? Ja. 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 Ik ken dat naar jou verzongen. Nee. 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 Ja, wie hem verzongen, die praat goed. Ja. 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 En, u bent door slammerigs beschoten. Dus en s'nachts ben ze nog een keer weer schoon op Westerhem. En door Roes geboren. Jolien en Henk nog wonen. Daar wonen we met jas en terrein. Door zijn vlak bij toevallen. En dit is het. Ik ben nog schaapsing aan het lopen door, dus ik die schoor in die muur.